Hallo, leuk dat je kijkt. Dit is een videoboodschap voor jullie en het onderwerp van deze videoboodschap is omgaan met weerstand. Waarom omgaan met weerstand? Ik stond net onder de douche daarover na te denken. Ik heb namelijk een praktijkvoorbeeld wat vorige week begon te spelen. En ik dacht, dat is vast herkenbaar voor andere mensen ook, dat je soms vol in de weerstand zit. En hoe irritant dat kan zijn. Mijn ervaring is dat als je dat onderzoekt, het vaak nieuwe dingen oplevert. Zowel voor jezelf, maar ook in het contact met anderen. Vandaar dat ik dacht, nou, dat is een leuk onderwerp voor een korte videoboodschap. Ik heb over dit onderwerp ook een webinar gegeven van een uur. Die staat op de site van De Baak. Als je daar kijkt bij webinars. Deze videoboodschap gaat geen uur duren. Wees gerust. Deze zal ongeveer 5 minuten duren. En vind je het leuk om meer over weerstand te weten? Nou, blijf dan gerust kijken. Het praktijkvoorbeeld wat ik heb was dat ik vorige week door een opdrachtgever of een potentiële opdrachtgever via LinkedIn een berichtje kreeg met de vraag van nou Mark, zie je het zitten om in de toekomst wellicht voor ons te gaan trainen? Dat was natuurlijk een makkelijk antwoord, dat leek me erg leuk, alleen daarbij kwam nog een vraag of ik dan wel een korte workshop van 10 minuutjes wilde geven om te kijken naar mijn trainerskills, of die goed genoeg waren. Toen begon de weerstand bij mij een beetje, zoals je misschien aan mijn gezicht al kan zien. Want wat er bij mij naar boven kwam, was van, nou, ik ben in 2007 begonnen met dit werk, dus ik heb al wel wat ervaring. Daarvoor heb ik 7 jaar in het onderwijs gewerkt. En daar heb ik ook voor groepen gestaan en veel met training en coaching ook gedaan daarnaast. Nou ja, sinds 2007 heb ik opleidingen gevolgd, ben ik helemaal doorgezaagd en weer opgebouwd bij wijze van spreken. Moet ik nu aan jullie gaan bewijzen dat ik dan een goede trainer ben, dat ik iets uit kan leggen en voor een groep durf te staan? Nou ja, met andere woorden, ik kwam mijn eigen weerstand wel tegen. Ik heb niet gelijk gereageerd, gelukkig. Dus ik heb er 2 nachtjes over geslapen en wat onderzoek naar gedaan en het ook met 2 andere mensen trouwens besproken. En waar ik achter kwam was wel iets wat ik ergens al in mijn achterhoofd wist, maar wat het weer bewust maakte was dat ik mijn eigen mannetje zo tegenkwam. Mijn eigen mannetje zei van, nou moet ik me nou zo nodig gaan bewijzen daar? En toen ik er wat doorheen kon ademen, dat heeft dus wel wat nachten geduurd, maar toen ik er doorheen kon ademen, kwam ik erachter van, nou weet je, die drivers van doe je best, wees perfect, dat zegt alleen maar iets over mij en dit was de spiegel waar ik in keek. En toen ik daar wat langer naar keek, kon ik me ook gewoon realiseren vanuit mijn volwassen ik, dat dit ook juist een leuke nieuwe kans is en dat ik daar helemaal niet per se zo mijn best hoef te doen, maar dat een opdrachtgever natuurlijk ook wil weten wie ik ben, hoe ik train en daar meer gevoel mee wil krijgen. Plus het feit dat als ik daar dan ben, ik ook vragen aan hun kan stellen, kan voelen hoe het voor mij voelt om eventueel voor hun training te gaan geven, nou ja, en zo aan. Dus wat dat betreft was het voor mij goed om even op te kouwen, om te kijken naar nou, wat zegt die weerstand over mij. Nou, in dit geval dat ik mijn eigen mannetje dus tegenkwam. En ik ga in januari daar een workshop geven en ik ben heel benieuwd. Ik sta er heel open in en ik ga eens kijken of dat iets oplevert voor hun en voor mij. Dus wat de boodschap van deze video is als dat er weerstand is, onderzoek het zelf. Kijk wat het zegt over jou. En volgens mij heb je daardoor veel meer keuzevrijheid als je in die spiegel wil en durft te kijken. Heb je ook ervaring met weerstand? Ben je het helemaal niet met me eens? Zit je nu vol in de weerstand? Of heb je een eigen voorbeeld? Reageer gerust op dit bericht. Dat kan op de site www.egging-training-advies.nl. Ik hoop dat je er iets aan hebt en ik zie je reacties graag tegemoet. Einde van dit bericht en prettige dag nog.